Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat wij in deze prachtige winkel een kijkje mochten komen nemen. We zijn hier vanuit de Dieren Speciaalzaakverkiezing van het jaar en jullie zijn genomineerd. Hoe voelt het om genomineerd te zijn voor zo'n verkiezing? Nou, dat vinden we een hele eer. Hè, want je naast de twee andere genomineerden, dat zijn niet de minste winkels. In de Bijenkorf heb je veel shop-in-shops. En het principe daar is dat die fabrikanten, producenten de ruimte huren. Is dat een concept dat bij jullie zou kunnen werken of wat jullie aanspreekt? Dat jullie ruimtes verhuren aan specifieke producenten of merken? Ja, is een beetje lastig, want vaak met shops en shops, dan heb je ook allerlei verschillende stijlen. Dus elke shop is mooi, alleen wij vinden het geheel dan wat rommelig worden. Dus wij hebben afgelopen anderhalf jaar best wel een aantal keren het verzoek gehad van leveranciers om shop en shop hier te maken. Maar wij vinden onze eigen huisstijl, zoals we die anderhalf jaar geleden hebben neergezet, vinden wij toch net iets belangrijker. En in de huisstijl die wij hebben, proberen we dan alle leveranciers en alle artikelgroepen zo goed mogelijk te presenteren. Jullie bieden een heel breed palet aan producten aan voor heel veel diersoorten. De meeste dierenwinkels hebben geen paardenafdeling. Waarom hebben jullie een paardenafdeling? Voorheen hadden wij een wat kleinere regiofunctie voor de ruitersportafdeling. Maar met de nieuwe winkel zijn mensen echt bereid om 30, 40, 50 kilometer te rijden naar ons toe. Omdat je een uitgebreid assortiment hebt. Je hebt veel merken. De prijs is goed. Je hebt voldoende parkeergelegenheid. Nou, wat wij de komende jaren nog graag willen doen, dat is eigenlijk het verder ontwikkelen van een totaal dierencentrum. De dierenartspraktijk en de hondenschool, dat zijn twee belangrijke factoren. Die vinden we dat die erbij horen. Maar wij gaan inderdaad in de loop van het voorjaar gaan wij ook levende vogeltjes verkopen. Gaan we ook een volière bouwen, wat ook een stukje beleving met zich meebrengt. En daarnaast willen we proberen om de winkel verder door te ontwikkelen. De dierenartspraktijk gaat heel erg goed. De afgelopen jaar zijn we daar in omzet verdubbeld. Maar ik denk nog dat er heel veel mogelijkheden liggen voor ons. Dus de basis die ligt er nu. En we gaan proberen de komende jaren om gaan we proberen overal de punten op de i te houden. En gaan we proberen nog verder door te groeien.